Ik wil echt een medaille. Het maakt niet zoveel uit welke kleur. Natuurlijk ga ik voor goud, maar als dat er niet in zit, dan ben ik met zilver of brons ook heel blij. Wereldtitels, Europese medailles, nationale kampioenschappen. Ilja Strik won het allemaal. Maar op de World Games, de Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten, staat de powerlifter nog altijd met lege handen. Ik heb vandaag mijn prijzenkast zo ingeruimd, zodat er plaats vrij is gekomen. Dus ik heb 15 wereldtitels en een World Games is echt, ja, het hoge kan gewoon niet. En er is volgens mij nog nooit een Nederlander geweest die überhaupt daar een medaille behaald heeft in het powerliften. Dus ja, dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn. De World Games mogen dan het hoogst haalbare zijn voor Strik. De rest van Nederland lijkt er niet bepaald warm voor te lopen. Morgen is bijvoorbeeld de openingsceremonie, maar veel publiciteit is er niet voor. Het is een Olympische Spelen. En het zijn de niet-Olympische sporten, maar die zijn ook gewoon, ja, supersporten en ik snap het niet helemaal. Typerend is dan ook dat Ilja Strik er vrijwel alleen voor staat. Vanuit Nederland is er nauwelijks steun. Je krijgt weinig support van NOC, NSF, eigen bond. Ja, dat is gewoon echt moeilijk. Ilja Strik is nu 40 jaar oud. Tijdens deze World Games moet het dus gebeuren. Maar goud wordt lastig, want ze heeft een hele sterke concurrenten. De trucendoos moet open. Intimidatie is het toverwoord. Kijk, ik heb sowieso een imposant lichaam, dus het is mooi weer daar. Dus dat laat ik zeker de dagen van tevoren wel zien. Gewoon knallen. Mag ik je nagels eens zien? Goud. Goud. Ja. Al wordt het geen goud, mijn nagels zijn goud.